Hoe kan je nog steeds chips eten op het moment dat jij je vetpercentage wilt verminderen? Mijn naam is Mitchell Dikke, ik coach mannen naar een lichaam van minder vetmassa en meer spiermassa. En dat is exact wat ik jou vandaag ga vertellen. Hey, ik heb vandaag in de ochtend getraind. En dat betekent automatisch dat je net even iets minder eiwitten nodig hebt in de avond. Dat is sowieso wat meer van belang op het moment dat je al wat ervaring hebt met krachttraining. Als je dat nog niet hebt, is het niet eens van belang. En dan is het sowieso alleen maar belangrijk dat je voldoende eiwitten over de gehele dag binnenkrijgt. Maar goed, ik heb over de hele dag nu al voldoende eiwitten gegeten en ik heb nog wat calorieën over. Dan kan je denken, ik moet alleen maar gezonde producten kiezen, ik moet alleen maar gezond eten, dus ik ga voor een bak kwark weer of zo. Maar je kan ook gewoon simpelweg iets lekkers kiezen om ervoor te zorgen dat jij jouw plan op de lange termijn gaat volhouden. En voor mij is dat vanavond een lekker beetje chips. Ik heb gekozen voor deze oven baked chips. Zit net even iets minder vet in en iets minder calorieën. Volgens mij uit mijn hoofd is normaal gesproken chips voor 100 gram 520 calorieën en deze 439. Dus het scheelt wel iets. Mag je net even wat meer ervan eten. Hey, wat maakt nou dat ik dit wel kan eten terwijl ik probeer of ervoor zorg dat ik vetmassa verlies, is het volgende. Ik hou alles wat ik eet heel consequent en heel secuur bij. En dat maakt dat je minder of meer flexibele keuzes kan maken op het gebied van gezonde voeding. Want ik weet zeker, mijn calorieën kloppen, dus ik ga er sowieso vet mee verliezen. Dat betekent voor vandaag, en dat is wel heel erg interessant vind ik, en het moet heel duidelijk zijn, ik mag 140 gram aan chips. In deze zak zit 150 gram. Dus dat betekent dat ik 10 gram van deze chips niet mag eten. En dat is een commitment waar ik mezelf toe heb gecommitteerd. Of heb, ja, je snapt het. Waar ik me aan heb verbonden. Om daar dan wel heel streng in te zijn. Omdat ik dit al mag eten, dan moet ik wel heel secuur omgaan met hoeveel gram ik binnenkrijg. Dus dat is wat ik nu ga doen. De weegschaal doe ik aan. Ik zet het bakje erop. Deze gaat open. Nou, dan moet er dus 10 gram moet eruit. Dus op het moment dat ik 10 gram heb, en dat is dit, weet ik dat ik de rest van deze zak mag opeten. 10 gram chips, niemand gaat dit eten, ik ga het ook niet bewaren, dus dat gooien we lekker eventjes in de prullenbak. Zonde om chips weg te gooien? Nee, het is zonde om meer te eten dan de bedoeling is voor jou om fitter te worden. Een lichaam te krijgen waar je tevreden mee bent, trots te zijn op je lichaam, meer energie te krijgen, beter te slapen. Dat zou pas zonde zijn, dat je die hele zak leeg eet, puur omdat je die zak leeg wilt eten. Dat is juist waar jij van weg wilt. Hey, wil je meer tips en tricks over hoe jij zo snel mogelijk vetmassa kan verliezen en spiermassa kan bouwen zonder streng dieet, waarbij je nog lekker een beetje of een beetje chips bijvoorbeeld kan eten of pizza kan eten of een pilsje kan drinken? Stuur gerust een berichtje, dan kan ik je meteen een aantal tips geven over hoe jij dit kan bereiken. Hey, voor nu, geniet van je dag en ik check je later.